Komende zondag staat met De Klassieker de meest beladen wedstrijd van Nederland op het programma. Tim de Klerk speelde in zijn carrière voor zowel Ajax als Feyenoord en merkte dat het duel in Rotterdam meer losmaakte dan in Amsterdam. Toen ik bij Feyenoord ging spelen en de eerste Klassieker en wij kwamen het veld op zaterdag. En we moesten zondag spelen en zaterdag was de laatste training. Hoeveel mensen daar toen stonden met vuurwerk en het aanmoedigen, dat had ik bij Ajax niet zo meegemaakt. Dus dat was echt wel van zo, oké, dit leeft dus van deze kant zo erg. Nu is het volgens mij van beide. Je ziet ook bij Ajax dat er zoveel mensen een dag voor de wedstrijd staan. Ik denk dat mede ook nu, omdat Feyenoord natuurlijk sportief stappen heeft gemaakt, dat ook zeker bij de Ajax-supporters nu ook wel veel meer leeft dan voorheen, denk ik. In totaal stond de Klerk 12 keer aan de aftrap van de Klassieker. 5 keer als speler van Ajax, 7 keer als speler van Feyenoord. 2 edities zijn hem in het bijzonder bijgebleven. Mijn eerste Feyenoord-Ajax. Ik weet nog wel dat wij 1-0 maakten. En dat gewoon zelfs het veld trilde. En dat stadion zo uit zijn dak ging. Dat was echt kippenvel. En ik weet nog wel dat we die wedstrijd 2-2 speelden. En we in de laatste minuut 2 enorme kansen misten. Ik vraag me af wat er toen gebeurd was als we toen 3-2 hadden gewonnen. Een andere is natuurlijk de 6-1 met Ajax tegen Feyenoord. Want Feyenoord was kampioen geworden. Wij hadden bij Ajax best wel een wisselvallig seizoen. Alleen die middag liep het eigenlijk bij Ajax zoals het hoorde te lopen. En wonnen we met 6-1. Dus dat zijn eigenlijk wel een beetje van twee kanten wedstrijden die je wel blij blijven. Ook is hem 1 speler bijgebleven. Luis Suárez. Ik heb vaak tegen Suárez gespeeld. Dat was niet de lastigste, maar wel de vervelendste. Altijd trekken en ook tegen zijn eigen ploeggenoot hoor. Dus ik dacht van, wat ben je nou nu aan het doen? Met iemand dan met je eigen ploeggenoot soort van aan het vechten. Maar dat was ook altijd gemeen en trekken, duwen en dat soort dingen. Dan ga je automatisch ook wel daarin mee. Dan probeer je hem ook wel een soort van uit te schakelen op een bepaalde manier die niet helemaal mag. Ik heb hem ook wel eens vaker van achter op zijn enkels getrapt of dat soort dingen. Ja, nu kan dat trouwens niet eens meer, want dan is het heel snel een rode kaart. Maar toen kon dat allemaal nog. Maar dat zijn dan spelers die dat eigenlijk bij je losmaken, dat je daar op die manier mee in meegaat. Je weet dat hij ook best wel een kort lontje heeft. Dus dan probeer je wel vanaf het begin af aan al dingen te doen waar hij zich door ging irriteren. En misschien wel een elleboogje af of zo. Ja. Wat betreft de editie van komende zondag heeft de Klerk een duidelijke favoriet. Ik denk dat iedereen Feyenoord wel nu de meeste kans toedicht. Zeker vorig jaar hebben ze natuurlijk gewonnen. Daarvoor was het natuurlijk altijd wel een soort van houding van ja, we moeten naar Amsterdam. Dat wordt niks. Daar gaan we niet winnen. Maar ja, vorig jaar hebben ze gewonnen en dit jaar, ja, als je kijkt dat Ajax het heel moeilijk heeft en Feyenoord eigenlijk nu goed voetbal speelt en de resultaten ook goed zijn, dat het toch Feyenoord licht favoriet is, denk ik.